Afgelopen vrijdag is er een nieuwe console uitgekomen. In ieder geval, ik weet niet of we het een volledig nieuwe console mogen noemen. Nee. Of een variatie op hardware die al eerder is uitgekomen. Oude troep verpakt in een nieuw jasje. Ja, in een nieuw jasje wat echt een aardige upgrade is van wat het was. En ja, jij hebt hem hier voor je staan. De Nintendo 2DS XL. Ja, en afgelopen vrijdag is hij dus inderdaad uitgekomen. De oude 2DS, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik begreep het concept. Gewoon zo goedkoop mogelijk een 3DS op de markt krijgen. Ja. Zonder 3D-functie. Het was zo lelijk. Het zag eruit. Het was niet alleen lelijk, maar het was ook niet praktisch. Want wat natuurlijk altijd zo handig is aan de DS, je kan hem heel makkelijk meenemen omdat je hem dicht kan klappen. En vervolgens kwam Nintendo met een soort van onhandig apparaat met twee schermpjes. Wat gewoon... Maar het grappige was, het waren niet eens twee schermpjes. Nee. Nee, het was één scherm. Yeah. Ja, nee, klopt. Dat ze hebben er alleen een stuk plastic tussen gedaan. Nou, het zag in ieder geval echt niet uit. En ik weet niet of die heel goed heeft verkocht, eerlijk gezegd. Maar het was in ieder geval wel de budget variant voor als je of gewoon niet zo heel veel behoefte had om een 3D-functie te hebben op je DS. Of gewoon weinig geld had. We kunnen nu wel stellen, 3D is een beetje over. Ik heb het letterlijk nog geen één keer gebruikt op mijn DS. Ik vond het helemaal niks. Dat bedoel ik. Dit is de 2DS XL. Hij is €149. Dit is de wit-oranje versie. Hij is ook nog verkrijgbaar in zwart en blauw. Ik denk dat ik dit de mooiere vind. Ja, ik ook. Jij ook? Ja. Laten we hem gaan uitpakken. Ja, ga je gewoon. Het is jouw feestje. Was dat niet een ding bij een vorige DS dat er geen lader bij zat? Ja, nou, dat was inderdaad, dat is heel kut. Volgens mij werd er nooit echt een lader geleverd bij de DS. Of in ieder geval niet bij de laatste. Dat hebben ze nu wel weer gedaan. Oh, er zit iets bij. Ja, dat zijn die kaartjes, die NFC-kaartjes die nooit iemand heeft gebruikt. Er staat AR. Ja, is dat augmented reality? Ja, ik wil dat jij heel even gaat kijken wat het is. Ik weet wat het is, het zit bij elke DS. De DS zelf natuurlijk. Nou, je bouwt spanning op, die laat je nog in plastic. Tuurlijk, save the best for last. Ik krijg het niet open. En Shelly. Het is fucking kaartjes. Er zit een lader bij. Ik krijg het niet open. Kut dingen, ik wil ze niet meer. Dat is toch troep die niemand wil. Een lader. Ja. Niet geheel onbelangrijk, zit er dit keer wel bij. Ja, want ik weet dat was echt als je gewoon een DS koopt en je gaat niet heel erg inlezen. Je verwacht toch wel dat er iets bij zit waarmee je het apparaat ook kan opladen. Dus ik denk dat met de 3DS toen veel teleurgestelde mensen waren. Ik vind het bizar. Het is belachelijk. Ik vind het bizar. Het slaat echt nergens maar, op. Maar, oké, hij zit erbij. Weg met het ding. Nou. Het gaat natuurlijk om dit, de 2DS XL, de crème de la crème, ben je er klaar voor? Ja. Voor het moment supreme? Ga ervoor. Hij is wel weer erg plastic. Hij is heel erg plastic. Ja. Maar is dat een slecht ding? Plastic fantastic. Nee, ik vind hem er op zich best goed uitzien. Ik vind het niet de mooiste DS. Dat zou ik heel eerlijk toegeven. Nee. Maar het is in ieder geval echt vergeleken met het vorige ding echt 100% upgrade. Ja, ik moet zeggen, ik vind hem tof eruit zien. Zo. Klikt het? Hoe zijn de knopjes? Klikt het? Ja, het klinkt goed. Zo, het klinkt. Kijk, zal er een batterij in zitten? Zou die opgeladen zijn? Nee, denk ik niet. Ja, nee, er gebeurt wat. Ik vraag me gewoon af wie er nu nog een DS gaat komen. Gaat kopen. Nou. Want we hebben hier ook op tafel staan de Switch natuurlijk. En dat is toch wel een beetje wat je nu wil hebben. Eigenlijk stiekem. Oké. Het is wel echt super low res. Ja. Ik bedoel, ik heb op een Switch gespeeld natuurlijk. Ja, maar dat is het. Want ik was natuurlijk naar het post E3 event van Nintendo. Ja. En toen hebben we er allemaal mooie games gezien, waaronder Mario Odyssey. En dat heb ik gespeeld op de Switch. En er stonden ook nog wat DS games. En eerlijk gezegd wil ik gewoon geen games meer spelen op de DS. Het is dat er nog een Metroid aan zit te komen. Ja. Maar voor de rest hoeft dit van mij gewoon niet zo. Dat wilde ik zeggen. Jij zegt, ik weet niet wie er tegenwoordig nog een 3DS gaat kopen. Of het 2DS. Voor Metroid zit ik er toch sterk aan te twijfelen om er toch eentje te halen. Ja, maar ik denk dat de meeste mensen die Metroid gaan spelen, dat zijn wel echt Nintendo geeks. En die hebben wel al een 3DS of een 2DS liggen. Ja, maar ik er dus niet. Ja, maar jij bent niet echt een Nintendo geek. Wow. Je wilt ook geen Switch.
Ik wil zeker wel een Switch. Ik wil alleen niet een Switch voor 400 euro met spelletjes erbij. Want dat is het samen bij elkaar, dat pakket. 400 euro. Dit is 149 euro. Ik denk dat dit ook voor een wat jonger publiek is. Ja. Ik bedoel, als jij een klein kind thuis hebt en je wil dat hij gaat gamen en dat hij de wereld van Nintendo gaat ontdekken. Want vergis je niet, er zijn ontzettend veel titels voor deze te verkrijgen. Echt ja. Niet normaal. Nee, en ook in de afgelopen E3 zijn er weer heel veel titels aangekondigd voor de platform. En als je moet dan wel niet vergeten dat er ook een paar van die grote titels die zijn op een gegeven moment volgens mij 3DS exclusief geworden. Oh, dus die werken niet hier? Volgens mij wel. Dat was toen een heel ding, dat die alleen nog maar uitkwamen op 3DS XL. En dan kan ik nu weer maar totaal elke Nintendo-fan ooit tegen het been aan trappen omdat ik weer onzin lul. Maar volgens mij is dat wel de waarheid. Dat zou wel kwalijk zijn. Ja. Maar als jij dan moet kiezen voor een allereerste game device, toch, ik pak hem hier ook heel even erbij, een Switch of een DS. Dit is een duur stukje hardware. En voor mijn gevoel, als ik het zo vast heb, is die ook een stuk kwetsbaarder. Ja, dan, hier kan je wel mee gooien, denk ik. Mijn mic valt. Je kan hem laten vallen, net zoals je mic. Ja. En ik denk dat er dan wat minder mee aan de hand is dan de Switch. En de Switch is nu 299 euro? Ik heb geen idee. Ik heb hem toen voor 340 gehaald, volgens mij. Maar dat was inclusief game? Nee. Ja, exclusief. Dan was die 329. Ja, dat zou maar kunnen. En deze is dus 150 euro. Dat is een groot. Weet je wat het is, Koos? Ik wil je heel graag enthousiast over worden, maar ik word er niet enthousiast over. En ik ben blij dat jij het nog gewoon een soort van probeert te verkopen of zo. Want dat vind ik dat je een beetje aan het doen bent hier. Nee, maar ik snap het wel. Ik bedoel, als jij dus een game device voor een kind moet halen. Ja, absoluut. En inderdaad, jij zegt de Nintendo diehards hebben hem natuurlijk al. Ja. Dat geloof ik ook wel. Ja, maar weet je, als je nu nog een DS wil gaan kopen, dan wil ik eerst zien wat er nog gaat komen qua games. Want ik vind 150 euro, het is niet extreem duur. Ja, maar als dit je allereerste is, er zijn echt honderden games voor verkrijgbaar. En echt hele goede ook. Ik weet niet, man. Ik vind gewoon, weet je, er zitten nu nog wat games aan te komen, maar ik vraag me gewoon af hoe lang ze dat ding gaan supporten. Ja, en of er niet alleen maar crap op uitkomt. Maar maakt het uit als er zoveel games voor verkrijgbaar zijn? Ja, ik weet niet. Ga jij lekker die DS kopen? Nou, er is nog wel één belangrijk dingetje wat deze DS wel heeft. Mm-hmm. Ten opzichte van de oude 2DS. Amiibo. Ja, Amiibo support. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk dingetje voor Nintendo. Want je ziet het ook met de nieuwe Metroid die eraan komt. Daar moet je gewoon alle vier de Amiibo's kopen. Wil jij alle beschikbare content van Metroid kunnen spelen? Ja, maar ga je dat doen? Ik absoluut niet. Nee. Maar ik bedoel, ik ken genoeg mensen die überhaupt al Amiibo kopen zonder daarbij een game te spelen. Mm. Nou, kan je voorstellen, als jij helemaal into Metroid bent en je wil alles spelen, dan ga je die shit ook kopen. En ja, dan heb je Amiibo support nodig. Dus ja. Top, mijn Switch heeft ook Amiibo support. Dat is een hele andere prijsklasse. Die kan ik echt niet vergelijken. En dat deze niet voor jou is. Nee, hij is niet voor mij. Hij is wel voor jou. Dat deze niet voor jou is, dat snap ik. Ja. Hij is ook niet voor jou bedoeld, denk ik. Ik bedoel, hij is op een wat jongere doelgroep getarget. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik vind het een goede prijs voor een oké stukje hardware. Amiibo support zit erbij. Een gigantische scala aan games. Ik heb gewoon Koos, ik weet niet wat het is vandaag, maar ik heb gewoon het idee dat ik naar een Nintendo DS 2DS XL reclame aan het luisteren ben. Wat is er met jou? Ben je reclame aan het maken voor de 2DS XL? Nee, ik stond niet hoe ik haat op de ding. Oké. Je bent er gewoon heel erg enthousiast over. Ja, doe ik je bedoel, ding. Als ik niet bij Game Kings zou werken, en ja? Hij ligt niet hier op de redactie. Dan was jij vrijdag met je slaapzakje voor de Mediamarkt gaan liggen en dat jij als eerste die Nintendo 2DS XL haalt. Ik hoop dat jij ook net zo enthousiast bent over deze nieuwe 2DS XL. Dit was de unboxing. Er zit een lader bij, dat is zeker is heel belangrijk. Dat is echt een pluspunt. Dankjewel, Nintendo. En wij gaan deze video afronden. Alles ik ook recht in mijn gezicht gewoon. Doei.